Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 6 juni. Aan het begin van de avond zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met enkele lichte buien in het kustgebied en centraal Suriname. Naarmate de avond vordert is er een toename in de bewolking, die gepaard gaat met perioden van verspreide buien en onweer en of windstoten over geheel Suriname. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich in bepaalde gebieden nevel, mogelijk mist. Vannacht komen er in alle districten perioden met onweersbuien voor, met soms windstoten. Morgen gedurende de ochtenduren zal het overwegend bewolkt zijn met enkele onweersbuien in het kustgebied. In de middag en vooravond zullen er perioden zijn met verspreide lichte tot soms matige onweersbuien, die gepaard gaan met onweer en windstoten. Enkele kortstondige zware buien zijn niet uitgesloten. Morgen komen er overdag in alle districten perioden met onweersbuien voor en soms windstoten. De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt dat morgen 6 juni tijdens de avond en overdag kans is op matige tot zware onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met windstoten.